Ja, doen we het wel of doen we het niet? Vorig jaar waren we ons al aan het voorbereiden op onze reis naar Curaçao. Dat was al een beetje nog een paar weken en dan gaan we. Maar dit jaar, ik weet het niet. Nog niet eens omdat corona of zo, maar de politieke situatie op Curaçao is ook niet ideaal. Nou denk je, wat heb je daarmee te maken als je daar naartoe gaat? Nou, je weet maar nooit, want Curaçao heeft op dit moment een groot probleem. Ze hebben gewoon geen geld meer. Het zou wel eens kunnen dat bijvoorbeeld de ambtenaren salarissen niet meer betaald kunnen worden. En dat betekent dat bijvoorbeeld ook de politie niet betaald wordt. Wat krijg je dan? Nou, natuurlijk krijg je sociale onrust. Ja, hoe is dat nou gekomen allemaal? Nou, ja, toen in maart die hele crisis rond corona losbrak, gingen alle toeristen van het eiland. En daar kwam natuurlijk een enorme werkeloosheid op gang. Want heel veel mensen leven van de toeristen. Nou, die zijn er dus eigenlijk praktisch niet meer. Ja, mondjesmaat. En de leningen die Nederland wilde geven, die moeten voldoen aan hele strenge eisen. En daar is de Curaçaose regering het totaal niet mee eens. Dus dat is nog steeds niet gekomen, dat geld. Vandaar. Ja, en het ergste is natuurlijk dat een heel groot gedeelte van de mensen op het eiland afhankelijk zijn van voedselpakketten. Geen geld, geen eten. Maar die mensen die geld hebben, ze maken meer rijken dan de armen. Dus ja, wat hebben wij gedacht? Van, we gaan eerst eens wachten tot dat conflict tussen de regering van Curaçao en Nederland is opgelost. Dat er gewoon geld komt en dat gewoon de salarissen van de zorgmedewerkers, agenten en zo, dat die gewoon weer betaald worden. En tot die tijd wachten wij het gewoon een beetje af. Ja, en dan weet ik natuurlijk niet wanneer wij denken, nou, het is weer oké om te gaan. Dat kan november zijn, maar het kan ook gewoon misschien wel december, januari worden. Dus de koffers blijven nog even op zolder staan en worden nog niet ingepakt. Nou heb ik de laatste weken best veel te doen gehad hoor. Dus daarom ook niet zoveel vloggend aanwezig geweest. Maar ik had allerlei kleine filmpjes voor bedrijven te maken. En op de mooiste dag van september hing ik in een auto uit het dak. En filmde ik andere auto's, want dat was een hele grote verkeersschool uit Lexmond waar ik filmpjes voor moest maken. Filmpje over je rijbewijs halen. Gewoon in de personenauto, maar ook een aanhangwagen en zo. Achter een auto, daar schijn je ook een speciaal rijbewijs voor te moeten hebben. En van een trekker. Een tractor. Nou, dat vond ik wel de allerleukste om te maken. Een jonge jongen van 16 die dan met zo'n groot apparaat door die binnenstraatjes rijdt van die kleine dorpjes die daar in de omgeving liggen. Nou, dat was wel heel leuk om te doen. Ja, ik heb ook nog een filmpje gemaakt voor mijn groot vriend Bart Boot. Die heeft twee hele mooie boten waarmee hij onder alle bruggetjes in Amsterdam door kan en zo. En dat was de hele handel was natuurlijk ingestort met COVID-19. Want hij ging varen met personeelsuitjes en dat soort dingen. Nou, dat ging helemaal niet meer. Toen dacht hij ineens van, weet je wat ik ga doen? Ik ga het vervoer van een overledene aanbieden van een steiger in Amsterdam naar begraafplaats of crematorium.
zo gezegd, zo gedaan. En hij had al een opdrachtje. Dus daar heb ik toen een filmpje van gemaakt. Dat is ontzettend leuk geworden. Waarom? Omdat heel veel mensen mogen in deze periode ook niet in een aula zitten van een begraafplaats. Het aardige was dat hij heeft dan een route uitgestippeld onder allerlei bruggen door. En daar stonden allemaal vrienden en familie en kennissen, weet ik wat. En die gooiden dan in die open boot bloemen op de kist. Ik vond het eigenlijk wel veel mooier dan in zo'n grafauto, weet je. Met zo'n donker met 25 vlaggetjes erop of zo. Dus ik heb niet stilgezeten. En misschien, je weet me nooit, denkt iemand, nou, dan willen we nog wel een filmpje met hem draaien. Nou, dan weet je me wel te vinden. We spreken.